Het is een van de meest omstreden bouwprojecten in Den Haag. Legoland in Scheveningen. Het college van burgemeester en wethouders struikelde er bijna over, vorig jaar. Maar nu was het vooral feest in de badplaats, want vandaag ging de bouw van start. Ja, en dat gebeurde door het onthullen van een bord. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Uiteindelijk moesten de wethouders, Boudewijn Revis en Karsten Klein, het touw een beetje helpen om het bord te onthullen. Daarna mochten de wethouders plaatsnemen op een soort heimachine in een damwand in de grond. Die maakt daar een damwand in de grond. Ja, en bij de feestelijke start van de bouw van Legoland Discovery Center op Scheveningen is Maarten Brakema. Maarten, dat Legoland dat leidde dus tot grote problemen voor de verantwoordelijk wethouders, omdat er verzet was in de raad. Ging het daar vandaag nog over? Vandaag was het toch eigenlijk wel vooral een feestelijke dag. Er was champagne, er waren hapjes, er waren toespraken. Ja, en je zag het net ook al even, er is begonnen met het graven van een enorme 3000 vierkante meter grote kelder waarin die attractie zelf komt. Daarboven komen nog twee verdiepingen met vooral een winkel en een horeca. Maar wethouder Karsten Klein herinnerde in zijn toespraak er toch nog wel even aan. Er was tegenwind geweest en hij zei, juist dan als je overtuigd bent van je eigen gelijk, van de kracht van je plannen, juist dan moet je doorgaan. Maar toch, die tegenwind was er wel degelijk in de gemeenteraad. Het lijkt zo mooi als ruim een jaar geleden de plannen voor de komst van een mini-Legoland naar Scheveningen worden gepresenteerd. Een oude wens om nog meer toeristen naar de badplaats te lokken krijgt vorm. We zijn al jarenlang bezig om een publieksattractie, een gezinsattractie op Scheveningen te krijgen. Waar je niet alleen bij mooi weer, maar ook bij slechter weer, dus ook in het laagseizoen, bezoekers naartoe kan krijgen. Maar niet lang daarna ontstaan grote problemen voor de wethouders Karsten Klein en Boudewijn Revis. Als de gemeenteraad onder grote druk midden februari 2017 een besluit moet nemen, hebben de coalitiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij ernstige twijfels. Bijvoorbeeld over de ondoorzichtige financiële constructie. De partijen gaan dan ook niet akkoord. Wij hebben daar ernstige bezwaren tegen dit plan, omdat de risico's enorm groot zijn dat de kosten gaan oplopen. En ze zijn woedend als blijkt dat de wethouders een geheime deal hebben gesloten met de PVV en Groep De Mos om het plan toch door de raad te loodsen. Het college sneuvelt bijna tijdens de laatste raadsvergadering onder leiding van Josias van Aartsen. De stemming is wekenlang ijzig in het stadhuis. Het dossier blijft ook daarna een echt open wond. Dat blijkt nog eens als een paar weken geleden opnieuw twijfels ontstaan over de financiën. Je ziet zo'n toverconstructie wat ze uithalen. Ja, dat kan in Toverland natuurlijk, waar in het Elfjesbos is dat mogelijk. Maar in het echte leven moet je voor dingen betalen. Ja, de twijfel tot een paar weken geleden dus. Maarten, wat vinden de wethouders? Waarom moet Legoland er eigenlijk komen? Ja, de beide wethouders Boudewijn Revis en Karsten Klein die waren hier vandaag aanwezig. Revis vertelt vooral dat hij bezig is met het aanpakken van wat hij noemt de Sleetse badplaats Scheveningen. Daar ontwikkelt hij allerlei plannen voor. Karsten Klein heeft het vooral over het economisch belang van zo'n Legoland. Het is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid, zegt hij. Nou, dat is een belangrijke stap, want we willen heel graag een publiekstrekker hebben op Scheveningen, zodat ook voor de ondernemers die hier al zitten, de horeca-ondernemers, maar ook de strandpaviljoenhouders, ja, dat hier meer bezoek komt, zodat zij daar ook meer klanten aan over kunnen houden. En met de Legoland Discovery Center zorgen we ervoor dat er 50 directe arbeidsplaatsen ontstaan. En ja, indirect bij alle bedrijven hier in de omgeving zal het nog veel meer zijn. Want er zullen jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers naar Legoland komen. En dat zijn ook echt de bezoekers die we willen hebben. Dus de kinderen, de gezinnen. Het is echt een heel mooi aanmerk. Met Legoland wordt de Scheveningen Boulevard nog aantrekkelijker, nog mooier. Net als de rest van de boulevard die we aan het opknappen zijn. Dus het programma De Kust Gezond werkt en zorgt ook dat Scheveningen mooier wordt. En wat is het doel daarvan? Met een mooiere Scheveningen halen we die sleetsheid uit de jaren 70 weg. Het is aangenamer om er te wonen. Het is leuker om het te ondernemen. En het is voor bezoekers aantrekkelijker om te komen. Dat is goed voor onze economie. Ja, je kan het eigenlijk bijna niet geloven. Als je hier achter je kijkt, wordt hier nog gewerkt. Ook om dit tijdstip nog. En dat is ook wel nodig. Want er moet heel veel werk gebeuren. Want de bedoeling is dat over anderhalf jaar, in de tweede helft van 2019, de eerste kinderen, maar ja, natuurlijk ook de vaders en de moeders, hier naartoe kunnen. Maarten Brakema vanaf Scheveningen, dankjewel.